Goedenavond, Veerke en alle andere mensen daar. Hoe gaat het? Hier in Manchester is alles zo, hè? Echt waar, super. Ik amuseer me hier volop en ik ben heel hard aan jullie aan het denken. We hebben op dit moment Touch Party, dus de Nederlandse meiden geven hier een feestje. En ja. Dat is dus met snoep en kaas, klompen en Jantje Smit. Jeeeeee! ik hoop dat jullie het daar... Ja nee, ik heb het hier wel naar mijn zin, maar ik hoop dat jullie het daar dubbel zo goed naar jullie zin hebben. Dat jullie daar volop aan het dansen zijn, al afgepeigerd zijn, niet meer weten wat om te doen, maar toch nog wel keiveel zin hebben om te dansen. Ik vind het heel spijtig dat ik hier... ben en niet bij jullie vanavond. Ik had heel graag op ons bal geweest, vooral omdat ik het echt best wel een tof thema vind. Ik ben heel benieuwd naar foto's en filmpjes om te zien hoe de zaal eruit ziet en wat er allemaal gebeurd is en hoe dat het allemaal in zijn werk is gegaan en zo. Want ik heb echt het gevoel dat ik zo mega belangrijke dingen aan het missen ben. En dat is ook wel zo, denk ik. Ik ben hier nog eventjes, maar ook niet zo lang niet meer, tot de 9e april en dan kom ik het Vlaanderenland weer onveilig maken. Dus als jullie nog iets willen doen, iets gedaan willen krijgen, zonder dat daar, vertraging op komt door bepaalde individuen, dan is het misschien nu de moment om dat allemaal te gaan regelen. Ik wou een stunt uithalen. Maar mijn stunt kon niet zo groot zijn natuurlijk als Debbie en Nancy, vandaar dit filmpje. En dank je Chris om nog even snel naar het werk te rijden, om een beamer te gaan halen en dat allemaal nog even snel te regelen. Geef er daar vanavond nog een goede lap op. Ik zou zeggen, doe een Jacobsladderke als dat nog niet gedaan is. Denk dan maar aan mij. Goed feesten, niet te zat, veilig thuis. En tot heel snel, want 9 april... gaat er veel sneller zijn dan iedereen hoopt. Oké, dag!